Ja, dit is wat je moet doen, denk ik. Als de mensen hier uit verkocht huis in Eindhoven, de mensen komen daarvoor. Als je dan meer dan 10 doelpunten maakt, dan kun je tevreden zijn. 11 treffers, ken je nog voor de geest halen wie het allemaal zijn geweest? Die hebben gescoord? Nee, ik weet niet allemaal meer, maar het gaat erom dat de goals worden gemaakt en dat is gebeurd vandaag. Ik denk dat we gewoon goed hebben gespeeld vanaf minuut 1. Gewoon druk hebben gezet en gezocht hebben naar goals en dat is goed gelukt. Je vernedert ze natuurlijk wel een beetje, hè, zo'n ploeg, zo'n San Marino. Ja, maar die vragen er ook om vernederd te worden. Als je nog geen 2-3 keer een bal naar elkaar kan spelen, dan vraag je er ook om. Maar waren ze ook aan het schoppen dat jullie zeiden tegen elkaar van we zetten door, we gaan die 10 halen? Dat was op het laatst. Ja, dan moet je even oppassen, zeker die jongens voorin. En op middenveld, dat is levensgevaarlijk, dat kan je bijna je carrière kosten als je niet oppast. Maar gelukkig ging het goed. Als je kijkt naar de uitslag Hongarije-Zweden, de Hongaren hebben gewonnen. Ja, gunstig voor Oranje, want ja, die kwalificatie gaat er snel komen, denk ik. Ja, klopt, het is zo. Dat hoorden we ook na de wedstrijd. Dat is leuk, alleen we weten gewoon, in deze pool moeten we gewoon alles kunnen winnen. En met hetzelfde gevoel gaan we ook naar Finland toe. Die 11-0 is record, hè? Weet je dat? Nee, wist niet. Ja, volgens mij in 1912 ooit is 9-0 tegen Finland en 1972 9-0 tegen Noorwegen. Dus jullie staan er in de boeken. Nee, heel goed gedaan. Buiten dat record is het heel belangrijk dat je gewoon een goede score neerzet en dat je goed aan je doelstel hebt gewerkt. Maar nu moet ik weer gaan focussen op dinsdag. Ja, weer een record, hè? Ongelooflijk, hè? Ja. Nou, fijn weekend. Laten we ook nog wel een andere record vestigen dan volgende zomer. Het lijkt me een mooi plan. Oké. Dankjewel. Ja, goed gezien. Hoi.